ben Kien Savat. Ik ben Ali van Vefzier. Ik ben begonnen als Angular Developer bij Sofico. Ik heb hier eerst gewerkt als jobstudent. Daarna heb ik hier volledig mijn stage gelopen. En nu ben ik hier begonnen als vaste werknemer. Ik heb stage gelopen in Sofico als Java Developer. En nu ben ik een vaste waarder in het bedrijf. Ik vind dat Gent heel veel toffe plekjes heeft, maar het Citadelpark is toch mijn favoriet. De Graslei is mijn favoriete plaats, omdat ik hier heel veel leuke herinneringen heb en mijn eerste date met mijn partner was hier. Had niet het gevoel dat je een jobstudent was. Had niet het gevoel dat je een stagiair was. Het was gewoon van, je bent deel van ons team, je werkt nu samen met ons. En we betrekken nu in evenveel dan dat we een werknemer zouden. Ja, ik had dat ook het gevoel. Ja. Dus het verschil is helemaal niet zoveel. Het enige verschil is dat ik in een ander project zit nu. Ja. Ik vind de max dat Sofico allerlei evenementen organiseert, zoals How's the Weather. Dat is een programma waarin mensen willekeurig met elkaar gematcht worden en op die manier kunnen elkaar leren kennen. Wat ik ook leuk vond, is de complimentendag. Er stonden in Sofico verschillende automaten waar je zo kan trekken en een balletje krijgen. En daarin stonden twee koekjes en één compliment. En het was de bedoeling dat hij die compliment gaf aan een collega die dat verdiende. En dan het koekje samen eten. Dat is me ook zeker opgevallen dat er vooral mensen toekomen en niet veel mensen weggaan. Alle mensen die ik hiermee gewerkt heb voor mijn vakantiejob waren nog tijdens mijn stage en zijn er nog terwijl ik hier vastwerk. Sofco zelf probeert hier altijd het zo aangenaam mogelijk te maken. Een zetel bijvoorbeeld, dat hier kan je inzitten als je even wilt chillen. En ik denk dat dat wel lukt. Ja, ik denk ook dat de meeste mensen hier het leuk vinden en daarom dat ze niet weggaan. Dan is hier wel goed is dat ze hier constant met nieuwe technologieën werken. Mm-hmm. Je wordt aangezet om te leren, effectief elke dag. Wat dat ook zorgt dat je geïnteresseerd blijft in je job. En waardoor je ook niet vertrekt. En je hebt ook veel mogelijkheden in Sofico in de zin van extra functies die jij altijd kan bijnemen. En je moet gewoon initiatief tonen, dan kan je altijd andere functies. Dus dat is denk ik ook een grote factor waarom mensen hier blijven. Ze blokken nooit goede DNA eigenlijk. Ja.